Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar Q3 van de Monaco Grand Prix. En wij gaan meteen rijden. Maakt niet uit of het druk is. Ik ga gewoon een rondje rijden. Kijken. We zitten sowieso in de top 10, dus dat is heel erg mooi. Ja. Oké, mooie bocht. Mooi, kan die DRS? Hij heeft de DRS. Frontwing is eraf, dan. Ah, oh, sorry. Oh. Flashback kan dat niet meer? Ja, dat kan. Nee. Hier. Het ging helemaal mis. Nou, het ging even helemaal mis, want... Hoe nu? Ja, gewoon een brandje. De DRS is aan. En de tijd gaat starten! Ik durf nu niet meer vol op te rijden. Want het ging met fataal mis. Het ging bijna mis. Dat hoort natuurlijk zo, hoor. Komt morgen de race online. De race komt morgen online. Gaat Max Verstappen de tweede race op een rij winnen? Wij Nederlanders hopen van wel, maar we denken van niet. Maar dat dachten we vorige week ook, of twee weken geleden. Want toen won die wel. De tijd. Hamilton heeft 1-1 in de tweede sector. Was zijn volledige tijd 1-1. Hij gaat Sven daaronder. Nee, Sven gaat boven. Maar hoeveel zit hij er dan boven? Hij zit er 4,1 seconde boven. En 1,24 is de volledige tijd van Hamilton. Gaat Sven daaronder en gaat er boven. Hoeveel? 2. 3, 4, 5, 6. 6,3 seconden en dan staat hij op de zevende plaats. En dan gaan we de welke plaats? Gaan we, ja, P7 staan we. Mag ik dit rondje nog even uitrijden? Ja. Ja, ik heb damage, heb ik het idee. Ik kan niet meer goed sturen. Nou ja, oh nee, ik heb geen damage. Oh, mag ik deze ronde afrijden? Ja. Weet dat ook nog finishen? Ja. Want ik zag net dat ik het 200ste onder. Nee, 1 boven zat. 1 seconde zat je erboven. Ik had het idee van niet. Mooi bocht. En dan gaat er weer boven, maar hoeveel? Is het daar nu weer 4? Of is het minder? Het is 3. Hij rijdt sneller. Hij moet de baan natuurlijk nog leren vertrouwen. En rijdt die. Ja, hij heeft geen damage. We hebben 10 seconden. 9. En dan gaat hij in de binnenkant, haalt je iemand in. En dat was? Geen idee wie het was. Hij probeert je rest weer in te halen. Oh, fuck. Ik werd aangetikt. Ja, jij reed gewoon vol verrecht door. Ja, ik werd aangetikt. Nee hoor, er zit niemand achter hier. Huh? Oh, ik meen dat wel. Er zat helemaal niemand achter hier. Jij mag door, kijk. Hij was Vettel. Vettel zat achter hier. Die tikte me ergens achteraan. Wacht. Ik zag hem rollen. Ik rijd. Je mag verder. Dus dan geen goede tijd DRS. Kun je aanzetten, dan heb je meer vaart. Dan ga ik nu gewoon... Oké, dan ga ik nu gewoon doorrijden. Snap je?
Ik heb heel veel op Monaco gereden. Ik vind het echt de mooiste baan ever. Ja, ik heb nog niet zo vaak. Wel andere circuits, maar het is ook heel smal. Het moet uitgepast. We hebben snellere tijd, zie ik daar. Ja. Dus we kunnen voor pole position gaan. Dat is de vraag. Zullen we kijken. En als je dan de eerste tijd hebt neergezet, mag ik dan nog een rondje rijden? Ja. Dus kijk maar eventjes. Ja? Nu staan we negende. Gaan wij de 1-1 van Hamilton behalen na de tweede sector? Oh, dat was... Ik had een te ruime bocht. Hier. Zo, ja. Beter. Ga ik hem toch nog halen? Ondanks dat tikje, het antwoord is net wel. Oké, goed. Je zit echt een halve minuut tussen. Halve minuut? Halve seconde bedoel ik. Er zit niet veel tussen. Ga ik het halen? Dat is de vraag. Gaan wij de pole position halen? Wat had hij? 1? 1.24.03. Het is ja! Oké. Met dat pit. Ja. Dan mag ik nog een... Als het tijd is. Als het tijd is. Want zometeen of morgen komt er ineens 3 minuten. Dan gaan we direct de flying lap en dan kan Sven nog geen tijd rijden. Gaan wij de pole position halen? We zitten achter een van de... Williams voor mij, of is dat een Mercedes? Dat is een Mercedes, dat is Hamilton. Ja, het is Hamilton. Die op de tweede plek staat. Oh ja, nee. Ah, hier. Wat gebeurde er? Hij zit. Wat gebeurde er? Flashback. We gaan het zien over 3, 2, 1. Ik haal hem daar heel goed in. En hij tikte mij net aan. Nee, kijk. Kijk, moet je heel goed kijken. Kijk. Kijk, moet je goed achter je. En moet je goed naar de linker achterbank kijken. Tik. Net nipt, hè? Nee. Je moet kijken. Zet hem terug. Kijk, waar raakt hij jou aan? Ja, oké, goed dan niet. Kijk, hij hoort net niet. Kijk, slipt weg. Oké, zet hem daar maar neer. Dan weet ik hoe ik de aanval. Ja. Sorry. Ja, je hebt Hamilton getikt. Ja, mooi. Je hebt Hamilton getikt. Damage. Oh, 5-3! 5 grip penalty kill. Ik denk nog. Kill. Die eerste inhaalactie, die was goed, maar toch gleed ik weg. Nee, jij tikte Hamilton. Ach, en vanaf hier mag je doorgaan. En als je dan kan je nog 1 rondje doen. En Noob van Hamilton. Is hij achter jou? Ja, ik heb hem ingehaald. Hij liep met zijn oogrol voorbij. Hij reed wel op de groene lijn. Secured flag. Dus Hamilton moet er een wereldrondje uitrijden. Ja, maar ik heb net ingehaald. Ja, en dan. En het rondje is dan. Hij tikte het muurtje aan. Oh, en wie tikt hem daar nou aan? Dan gaan we even kijken in de flashback. Niemand. Ik gleed zelf uit. Hier wel. Hier gleed ik zelf uit. En dan rij je door. En dan achter komt Hamilton. En wat doet Hamilton daar? Die doet niks. Nee, hij deed niks. Ik weet het. Het was een domme fout van Sven zelf. Hier, dit.
Dit kan nog gebeuren. Kijk, moet je goed naar je, hier kijken. Of ja, hier. Je, je komt tegen dat oranje. Ja, klopt. Je hier of vierkantje er. Oh nee, de pen is kapot. Qualifying complete. En we hebben een infinite lap time. Dus heeft Hamilton een wereldrondje? That's the question. Oh, ik heb in ieder geval damage. Ja. Maar boeit niet echt. Ik kan nog fatsoenlijk sturen. En het is dan. Wie hebben een seconde sneller? Wat wordt het? Oh, ik deed helemaal niks. Yes? Nee. Wacht, wacht. Het is de tijd en wat is het? We zijn... Yes! Eerste 1, 23. 1, 23, 3, 5, 4. Oh, hij zit... Hamilton al meer dan een halve seconde. Ja. Oké, dankjewel voor het kijken naar de kwalificaties. Als je ze allemaal gekeken hebt, doe een duimpje omhoog. Ook als je ze maar één gekeken hebt, doe een duimpje omhoog. En tot bij de race. Doei.